hoop jullie vandaag wat meer te vertellen over de olifanten hier aanwezig in Plankenbaan. Het is jammer, want de ketten kan ook uit schoonheidsslaapjes verstoord. Want kan ook was dus lekker aan het groeten voor het mooie zonnetje. En ondertussen dus aan het bijen slapen. Olifanten voor jullie kort voor te stellen. De olifant voor jullie tips dus is Kaimok. Kaimok is 5 jaar oud en waarschijnlijk de bekendste olifant hier in Plankenbaal. Nu, Kaimok is de bekendste, maar de rest mag ook zeker niet overgeslagen worden. Dus die ga ik even de aandacht aan besteden met voorstellen. Dat is die tweede kleinste olifant die ik ook afgelopen. Dat is Metagoe. Metagoe die is 9 jaar oud en dat is de halfzus van Kaimok. Dezelfde moeder, een andere vader. Metagoe die is redelijk goed herkenbaar. Die heeft van die mooie blonde lokken aan haar ogen. Dus dat is Metagoe. Dan hier vlak voor mij, daar staat olifant Julien. En Julien, dat is de tante van de kudde. Nu, waarom is dat precies de tante? Dat is de tante omdat die voor de jonge olifantjes zorgt, als ze die zijn. Dat kunnen haar jongen zijn, maar die zorgt even goed voor andere olifanten, hun jongen. Dus eigenlijk tante Julien. Julien is heel herkenbaar aan de 2 sterren op haar achterste. En die heeft ze jammer genoeg opgeroepen in haar trieste verleden in Burma, want dat is een brandmerk. Die heeft ze dus niet hier gehaald, dat komt nog mee van heel heel lang geleden in Burma. Nu, welke olifant hebben we hier nog? Dat is die olifant die hier zo bij mij tussen staat. Dat is olifant Pio Pio. En Pio Pio die heeft al 4 levende jongen ter wereld gezet. Waaronder dus Kaimok en Metagoe. Nu, Pio Pio is ook redelijk herkenbaar. Pio Pio is altijd nogal redelijk qua omvang. En heeft ook goed gevulde borsten. Nu, dat komt omdat Kaimok, ondanks dat ze al 5 jaar oud is, nog altijd heel regelmatig drinkt bij Pio Pio. Dus Pio Pio. Ondertussen heeft ons laatste vrouwtje er ook nog bij staan. Dat is olifant de dame Dumbo. En Dumbo dat is de leidster van de kudde. Een olifantenkudde bestaat uit vrouwen en hun jongen. Dus bij de olifanten zijn de vrouwen de baas. Want, zoals ik dus zei, er zitten geen mannen in de kudde, tenzij dat jonge mannetjes zijn. Maar minstens die een bepaalde leeftijd bereiken, verdwijnen die eigenlijk uit de kudde. Dan komen die enkel nog voor te paren, gepast bij de vrouwen. Dus Dumbo, de leidster van de kudde, onze oudste olifant, 40 jaar oud. Dus Dumbo. Nu wil ik nog vertellen over olifanten. Er zijn misschien gewoon enkele leuke weetjes over olifanten in het algemeen. Olifanten zijn namelijk heel uniek, heel bijzondere dieren. Ze zijn eerst en vooral super intelligent, maar hebben ook enorm veel wereldrecords op hun of haar naam staan. Zo is de olifant het grootste op land levende zoogdier op onze aarde. En met grootste, daar bedoel ik de omvang mee. Een giraf is hoger dan een olifant, maar voor omvang is zeker de olifant de wereldrecordhouder. Om jullie een idee te geven, het grootste vrouwtje hier bij mij op de berg, dat is Dumbo dus. En Dumbo die weegt 4600 kilogram. En ook de olifant die kunnen zien, dat is niet om virus laten, hè? Onze mannelijke olifant Cheng, die weegt 6000 kilogram. Dus dat zijn natuurlijk al enorme gewichten. Nu, ik zeg olifanten zijn op alle gebieden niet. Olifanten zijn ook de dieren met de langste draagtijd van alle dieren op aarde. Zo is een olifant 22 maanden zwanger. Voor de dame van de kost dan? Ja. Bevallen die dan van een jong olifantje, van een kalfje, dan weegt dat kalfje tussen 75 en 120 kilogram bij de geboorte, gemiddeld. Dus dat is ook een mooi bericht. Nu. Ik zeg, olifanten zijn op alles, echt op alles uniek. Wat is er nog zo speciaal aan een olifant? Heel kenmerkend aan een olifant, dat is die slurf.
Dus moet je zeggen van een mond, die doet hem ook mooi open. Die slurf, dat is een verlengde met een neus en de bovenlip. En die is eigenlijk onmisbaar voor mij. Dat is één grote broekspieren, die zijn enorm sterk met een slurf. En die spieren, zoals ik al zei, die...